Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. We hebben te maken met een lage drukgebied dat ligt in de buurt van de Britse eilanden. En dat levert heel veel bewolking in onze omgeving. Nederland in de witte cirkel. En eh, met een zuidelijke stroming wordt die bewolking steeds onze kant op gevoerd. Het is ook vrij zachte lucht die onze kant op komt. Merken we nu al in het zuiden en morgen op meer plaatsen. Het blijft voorlopig heel wisselvallig met dat lage drukgebied wat daar blijft liggen. Boven de Britse eilanden een zuidelijke wind. Regengebieden die over ons heen trekken. Soms Even wat rustiger en dan weer een nieuwe randstoring. En tot en met maandag hebben we daar steeds mee te maken. En dat betekent in het algemeen dus zeer wisselvallig weer. Maar het betekent ook zachte lucht. Want vanavond is het in het zuiden van het land bijvoorbeeld 10 graden. Het is droog op de meeste plaatsen. Maar in het noorden valt nog wel van tijd tot tijd regen of motregen. Het is daar ook wat minder zacht. En temperaturen gaan eigenlijk verder nauwelijks omlaag. In het noorden een minimumtemperatuur van 5 graden. In het zuiden 8 of 9 En morgen dan in het westen van het land regent het een groot deel van de dag. In het oosten en noordoosten is het een tijd lang droog met zonnige momenten. Maar de regen komt uiteindelijk ook wel die kant op. En zeker in. In de avond zal het daar ook nat zijn, maar voor de neerslag uit, dus de zon en dan 14, misschien lokaal zelfs wel 15 graden in het oosten. Met een graad of 11 in het westen is het iets minder zacht, maar nog altijd zacht voor de tijd van het jaar. Nou, de temperaturen gaan wel wat terug. Zondag is het 8 tot 10 graden, wisselvallig weer met van tijd tot tijd een bui. Hier en daar wat zon en in de namiddag en avond opnieuw regen. En ook maandag en dinsdag is het ver van droog. Soms schijnt eventjes de zon en de temperatuur ligt rond de graad of 9. Ik ben Marco Verhoef. Van weerplaza.nl